Datasuur zal tijdens de 39e algemene vergadering van de Kanto ervoor zorgen dat zij gaat netwerken als enige datacenter in Suriname en de Guyana's. Volgens Jurgen Smels, Operational Affairs Manager van Datasuur, kan er veel gehaald worden uit deze vergadering. En daar zal de organisatie gebruik van maken, omdat zij willen leren van de Caribische gemeenschap en ze ook willen dienen. Datasuur wil niet alleen de hub zijn voor de Surinaamse markt, maar ook voor de Caribische markt. Kijken naar de strategie van Datasuur 2022-2026 willen we dus expanderen in de regio. We zijn dus momenteel druk bezig met Guyana. En sowieso als dat succesvol is, willen we dus richting de rest van het Caribisch gebied aandoen. Er zullen verschillende bedrijven, organisaties aanwezig zijn tijdens deze 39e Datasuur vergadering. Wat verwachten jullie zelf vanuit de verschillende leden vanuit Kanto? Vanuit de verschillende leden, het is sowieso netwerken, zoals eigenlijk elke conferentie. Maar wat ik eerder zei, we willen dus de Caribbean Community serveren. Dus wij gaan sowieso lobbyen met verschillende organisaties, kijken welke win-win scenario's uit de bus kunnen komen. En zeker Datasuur en Telesuur profileren. Smelts geeft verder aan wat Datasuur te betekenen heeft voor Suriname. Als gekeken wordt naar het hoofdonderwerp van de 39e vergadering Digital Transformation. Kijken naar Datasuur als organisatie. We zijn eigenlijk het enige datacenter in Suriname, enige datacenter in de Guyana's nog steeds. En kijken naar de geografische ligging van Suriname, waar dus natuurlijk Datasuur in Suriname is, is het zeker een primeur. Voor landen als, ik noem maar wat, Sint Maarten, waar we dus een aantal jaar geleden een aardbeving hadden gehad, is Suriname geografisch gezien een hele goede ligging. Dus zeker voor ons datacenter is dat, wat ik eerder zei, een primeur, waarbij dus landen als Sint Maarten, waarbij dus hun data eigenlijk off-site in Suriname kunnen opslaan. Dus dat is zeker een hele goede, waar we dus zeker met verschillende bedrijven over gaan praten. Smelts gaf de samenleving, die niet echt weet wat Kanto voor ze betekent, mee dat ze gretig gebruik moeten maken van de Caribische markt. En dat niet alles gedaan hoeft te worden met Europa, maar ook gewoon in de regio.